Als je Pool, Marokkaan, Turk of Griek bent, dan mag je alle opleidingen doen in Nederland. Maar als je Iraniër bent, dan liggen de zaakjes toch wel wat anders. Where are you from? Iran. Are you working here at the nuclear reactor? No. Are you allowed to come in there? I think no. Weet u dat sommige Iraanse studenten niet natuurkundige studie mogen doen vanwege hun afkomst? In het verleden is hier ook wel eens mensen werkzaam geweest die later toch atoomgeheimen op een andere locatie hebben meegenomen. Meneer Klaas, dit probleem speelt al jaren. Ik dacht dat het was opgelost. Ja, dat dachten we ook. We dachten na de eerste uitspraak van de rechtbank, die zei van nou, dit is gewoon discriminatie, dit mag niet, dat de regering het beleid wel zou aanpassen. Maar helaas. Wat is het probleem dan? Het probleem is dat Nederland Iran wil raken. Daar mogen ze allerlei dingen over doen. Maar een van de middelen die ze hebben ingezet in Nederland is dat ze alle mensen van Iraanse afkomst verboden hebben eerst om bij een aantal instellingen naar binnen te gaan. En nu gaat het nog om dat ze voor 9 opleidingen aan de universiteit, dat mensen van Iraanse afkomst daar een ontheffing voor moeten aanvragen. Dat ze die niet zomaar mogen volgen. Ja, en dat is racisme en stigmatisering. Meneer Van Dijk, u verdedigt de belangen van Iraanse studenten. Kunt u in een notendop uitleggen wat de kern van het probleem is? De kern van het probleem is dat de Nederlandse staat niet mag discrimineren. En dat doet ze nu wel. Welke studie mogen de Iraanse studenten dan niet doen in Nederland? Natuurkunde, alle studies die te maken hebben met kernenergie en atoomenergie. Je mag dat niet doen door 1 bevolkingsgroep te discrimineren. Are there many Iranian students here? More than 300 students, Iranian students in TU Delft. I can see you're related. Wij stellen dat met die opleidingen die je kunt volgen, je leert, er is geen opleiding hoe maak ik een atoombom. En als die er al wel zou zijn, ja, wil je dan dat je daar alleen maar mensen van Iraanse afkomst van uitsluit? Of misschien ook mensen die veroordeeld zijn in het verleden al eens een keer voor terrorisme? Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, alleen al die voor geld misschien atoomgeheimen zouden willen verkopen, die je daar geen toegang wil hebben. Wat heb je nodig om een atoombom te maken? Uranium of plutonium. En dat wordt hier ook onderwezen? Ja, maar dat kun je ook op Wikipedia vinden. Als deze man naar je toe zou komen om wat plutonium en uranium te kopen, zou je hem dat voor 1 miljard euro willen verkopen? Nou, deze meneer natuurlijk sowieso. Ja. Maar ik zou hem niet verrijkt uranium verkopen. Dan rij je wel in een betere auto. Hey!